Lights en we zijn weg aan de buitenkant daar. We gaan kijken met startnummer 21. Zien we naar de volgende komen. Het is de 14. En de 14 die is van Wessel van Dijk. Wessel van Dijk nog op de eerste plaats. Dan gaan we kijken naar Jimmy Jansen die daar op de tweede plaats zit. En waar is Brian van Ewijk? Oeh, daar op die vijfde plaats. We gaan kijken als we naar de kopbord komen. Het is van Dijk van het Dream Team die daar aan de leiding gaat. Toepie Europe met Jimmy Jansen. En dan zien we de Talent BMX team naar voren komen. Dan moet dat de 23 zijn van Ralf van den Broek. De A-finale openklasse 12-13 is weg. Wie is daar als eerste? Als ik het goed zie, ik daar Mark van Eindhoven daar linksbuiten op die pole position komen met zijn stuurbord 140, inderdaad. En op de tweede dacht ik dat te zien, 373 Rory van den Heuvel. Van de Hoepers, is dat zo? We zullen het zo meteen zien als ze eentje kop er hier van mijn positie komen, dan kunnen we dat zeker vaststellen. Want je wordt ouder, en soms willen die ogen wel eens iets anders laten zien dan wat je denkt dat er is. Nog steeds, Max van Eindhoven, 140, pole position nummer 1. Maar hij moet opletten, want 73, Rody van den Heuvel, die een aanval. Oeh, dat ging maar net goed, en Rody gaat voor die eerste plek. Wie is er op die derde plek? We zien de 138, Roy van Harsel, die mag straks op derde plek op het podium plaatsen. Watchlights hebben we daar betrokken aan de binnenkant, zien we het Dream Team. Maar natuurlijk, Stanshorn. We gaan kijken naar Koen van der Wijs. Koen van der Wijs en dan twee mannen uit Veldhoven van de Groenendaal. Daar op die vierde plek, de man van One Bicycles. We gaan kijken naar Mike van Rooij, de man met 3-0-1. Daar op die tweede plaats, denk ik. En die andere man is dan, even kijken, Jelle van der Spijker. Inderdaad, derde plaats voor Jelle van der Spijker. 1 is het Stanshorn. En dat is natuurlijk Koen van der Wijs. Dan Mike van Rooij. En de derde plaats gaat naar Jelle van der Spijker. Dan van de Wiels met 2-0-7. Dennis Bicknell. De 204 uit Ammerzoden, Jim Struik. De 131 uit Wieken, Lola Prekelmans. Uit Maardenvan, de Flying Devils, 208, Keen van Daasdonk. En de 212 uit Veldhoven vandaan, Sven van der Schoot. We zijn vertrokken, we gaan kijken wie er als snelste weg is. Oeh, Lola Prekelmans aan de buitenkant. Maar dan aan de binnenkant de dame uit, even kijken, waar kwam ze ook alweer vandaan? Van de Woepers uit Berlikum was hem even kwijt. Die gaat hier aan de leiding. Lissie van Schijndel. Dan Schijndel. Zien we daar op die tweede plaats. En dan moet dat Sil Kuipers zijn. De 6.35. En dan de man die even in de remmen moest. Hier uit de Maarden vandaan. Keen Verdaasdonk. Die zat daar op die derde plaats. Maar inmiddels gaat hij al wel naar achteren. Jim Schruik. Die daar naar voren gaat komen. We kijken naar 247. 207 is het. Bicknell en dan de 212. De 212 die daar naar voren gaat komen. Sven van der Groot uit Veldhoven. Naar de overwinning. Een makkelijke overwinning voor Lissie van Schijndel. Dan gaan we verder met de B-finale. Boys 8 Go. Dream Team Erik Peters met startnummer 22. Uit Nuland vandaan 21. Chris Verstappen. Talent BMX Team met 23. Ralf van den Broek. Uit Ammerzoden vandaan met 25. Brian van Ewijk. De 79 van Luc Piepers uit Valkenswaard. En dan met 43 Dream Team Indy Schepers. We zijn weg en we gaan kijken. Hoe daar even een misstap van JJ Jimmy Johnson. We gaan kijken wie er naar voren gaat komen. We zien het Dream Team. Het Dream Team zien we van voren komen. En dat is dan Erik Peters. Erik Peters op de eerste plaats. Dan gaan we kijken naar Brian van Eijwijk. Die daar op de tweede plaats zit van het Loop de Loop Team. En de man uit Ammerzoden. Nu landt daar met Chris Verstappen. Met 21 op die derde plaats. Talent BMX Team. Die zien we dan naar voren komen met Van den Broek. En waar is Jimmy Jansen? Oh, helemaal achteraan. Jimmy Jansen. Piepers, die zitten er nog bij. Maar het is een Dream Team. En het Dream Team, Erik Peters. Hij wint deze A-finale. Dan gaan we kijken naar de B-finale Boys 12 Girls van het Talent BMX Team. Nummer 12, Rijn Mirakelen van Bike Trends Team. 2,71, Lem Versteegen van Nuland.
2.51, Teun Kiewit van Super Duper Marble Team. 14, Wessel van Dijk van het Dream Team. 3.74, Myron Wagemans van Nuland. 2.08, Marijn Struik van Amazone. En 2.57, Nick van der Zanden van de Doortrappers. En weg zijn ze, boys 12, girls 13. Wie is het sterkste? Is het een heer of is het een jonge dame? Aangezien we een gemixt veld hebben, we zullen het zo meteen zien. Nummertje 13 zien we daar, Pieter van Langveld, talent BMX team. Hij springt voorop, in de letterlijke zin van het woord. Maar er wordt een aanvalletje ingezet, maar hij blijft doorgaan. Pieter geeft gas, hij zegt van moeit niet, ik heb één en ik hou. Gaat hij dat volhouden? Blijft hij dat volhouden? Ja, tot dit moment wel. Op de tweede plek aansluiten zien we nummer 12, Rijn Marakelen van de Bike Trends team. En op de derde plek met het Loekeroek outfit 271, dat is Lem Verstegen van Nuland. En dan zien we de nummer 14 van het BMX Dream Team, Wessel van Dijk, voor de vierde plaats. Oké, race nummer 23, B-finale, boys. Oké, we zijn vertrokken en we gaan kijken hier aan de binnenkant de man uit Amersfoort. Maar er is er eentje sneller weg aan de wheels. Dat is Damien Leenders, denk ik. De man met 236, die als eerste vertrokken is. Dan zien we de man uit Amersfoort voorbij komen. Dat is Niels Hobo, de man op de tweede plaats. Dan zien we twee mannen uit Schijndel vandaan komen. Ik denk dat het Bas van der Steen is, die daar op die derde plaats zit. En de vierde plaats is dan de man met 575. Dat is Mark Mettler zit ertussen in ieder geval. Maar de overwinning in deze B-finale die gaat naar de wheels. En dat is Damien Leenders. Oké, dan gaan we naar de boys 13A-finale. Race 4 dus van het Dream Team. En dan van de Flying Devils uit Maarden, Michael van Leijsen. Wat je laatst, we zijn weg en we gaan kijken hier uit snelste wagons. We zien de man uit de wheels vandaan die er aan de leiding gaat. Nee hoor, het is de man van de Leonor. Piepers die gaat hier aan de leiding. Dan zien we de wheels en dat is het team van den Broek denk ik die daar op die tweede plaats zitten. Kevin Sisse, de man uit Os vandaan, daar aan de buitenkant. En dan zien we Ricardo de Bie, de Trappel Schijndel, daar op die vierde plaats. Het is nog steeds Piepers. Piepers gaat hier aan de leiding. Rick Piepers wel te verstaan. De man met 56. Hij gaat deze A-finale makkelijk op zijn naam schrijven voor de man van de wheels. En de man uit Os. En dat is Kevin Sisse. Dan gaan we naar de B-finale. Boys 14. Oké, onze A-finale. Boys 14 is weg. Wie is het snelste? Wie zien we daar voorbij komen flitsen? Springend en wel. Aan de buitenkant zag ik daar, Kevin van de Groenendaal, die ging nog even van de pedalen af. Dat betekent gelijk de laatste plek. Op dit moment zien we opkop, nummertje 140. Oftewel Max van Eindhoven, onze vrienden uit Nuland, gevolgd door de man met het stuurbord nummertje 36 en 36 is de jaren hierop. En die zet nog even de aanval in. Het 128 zie ik op de tweede plek, of derde plek, was Noah van Essen. En dan zagen we 35, Niels Kersten nog voor de vierde. Met 26, Koen van der Wijst. Dan met 27, Henk Heerkes. De 733, Erik van der Wiel. De 301, Mike van Rooij. 120, Jelle Spijkers. Dan de 108, Rowan Struik. 104, Germino Slots. En met 25, Nick Schepers. Watch the lights en we zijn weg. Oh, Koentje van der Wijs, die gaat er goed weg. En natuurlijk ook Struik, die zit er ook heel goed bij. Struik daar aan de buitenkant, hoe even in de Malee. Maar daar komt de 301 naar voren toe. De man uit Veldhoven vandaan, Mike van Rooij. Mike van Rooij, Henk Heerkens, die komt daar naar die derde plaats. De man in het geel. Het is natuurlijk Stanshoog met Koen van der Wijs. De man die de finale wist te halen bij het WK in Nieuw-Zeeland. Dan van Rooij op die derde plaats. En daar komt tweede plaats. En daar komt een aanval. Nee hoor, het is Henk Heerkens. Hij gaat hier derde worden. Oké, dan gaan we kijken naar onze dames. En de dames zijn weg.
Wie is er het snelste bij de dames? Ik zie daar volgens mij Nicky van der Linden vanuit Os met haar stuurboot nummer 303 op de kop. Ja, Nicky is op first class. Dan zie ik daar. Op dat moment zag ik even niks, want de wind die gaat onder mijn blad zitten. 181 als ik het goed zie. Anja Jacobs op de tweede plek. Nog steeds Nicky van der Linden nummer 1. 181 inderdaad. Anja Jacobs van de fietsclub Amazonië op de tweede plek. Dan zien we Charissa van Noa met stuurboot 81 op de derde plek. En Eefje van der Hels met stuurboot 60. Die probeert nog even die vierde plaats op te zetten in een derde plek. Maar dat zal helaas niet meer gaan lukken. Oké, dan gaan we naar B-finale.